Hi, Sjoerd van Bakshop. Stel, je hebt actieve luidsprekers omdat je bijvoorbeeld DJ bent of je bent zanger of zinger-songwriter uh, uh, bijvoorbeeld of je houdt lezingen en je wil eigenlijk omdat je bijvoorbeeld voor grotere groepen wil presenteren of muziek maken uh, een uitbreiding in het bereik van je geluid Oftewel uitbreiding van het frequentiebereik van je set, dan kun je gaan denken aan de aanschaf van een subwoofer. Een subwoofer zoals hier bijvoorbeeld naast mij staat, de Divine Sub 115A. En de A duidt erop dat hij actief is, oftewel een ingebouwde versterker heeft. Stel je hebt dus de Artis 10 of de Artist 12 actieve luidsprekers en je wil meer laag hebben daar kan deze jongen voor zorgen. Hij heeft een ingebouwde versterker, want dat is het actieve zoals ik zei, en een ingebouwde crossover. En de crossover, dat is een filter waarmee je bepaalt welk gedeelte van dat hele frequentiespectrum wordt weergegeven door de sub en welk gedeelte hij doorstuurt naar de topjes. En op die manier krijgen de versterkers die in die topjes zijn ingebouwd en in de sub Alleen dat stuk van het frequentiebereik te verwerken wat het meest ideaal is. En daarmee lopen ze heel efficiënt en krijg je eigenlijk ook meer rendement uit je luidsprekers. De ingebouwde crossover die hierin zit, die kun je zelf instellen tussen 20 Hz en 200 Hz. En ook al heb je een ander merk luidspreker, dat is geen enkel punt. Want je kunt die crossover dus instellen op het meest ideale crossoverpunt voor de luidsprekers die je al in huis hebt. Deze Sub115a is in een kunststoffenkast gemonteerd. Of dat zeg ik niet helemaal goed, het is een kunststoffenkast. En dat zorgt ervoor dat hij stevig is, tegen een stootje kan, maar ook licht gewicht is. En dat is natuurlijk fijn, zeker bij een. Sub van deze afmetingen. Het is nogal een flinke kast om in je eentje te pakken, maar door het relatieve lichte gewicht is dat nog zeer goed te doen. Nou, de sub 115A actief, sub 15 inch. Een 15 inch luidspreker. En dat is waarom ik zei: stel dat je een 10 inch of een 12 inch topje hebt, dan is de 15 inch echt een uitbreiding op het frequentiespectrum wat je al had. Als je nou 15 inch luidsprekers hebt en je zet er een 15 inch sub bij, krijg je eigenlijk alleen maar meer van hetzelfde. Dan zou bijvoorbeeld een 18 inch subwoofer een echte uitbreiding betekenen en eigenlijk de voorkeur verdienen. Behalve de 15 inch woofer in deze kast, achter dit stalen rooster, en dat zorgt er ook weer voor dat hij tegen een stootje kan, zitten de basreflexpoorten. Aan de achterzijde is die dicht en dat betekent dat het laag echt naar voren geprojecteerd wordt. Precies daar waar je dat laag wil hebben. Op deze sub kun je aan de achterzijde twee topjes aansluiten. Actieve topjes wel te staan, want het signaal wat deze uitstuurt, deze sub, is een lijnsignaal. Die topjes waar ik het over heb, die kun je overigens op een tussenpaal monteren, want aan de bovenzijde van deze sub bevindt zich een. Een tophead of een, een, een statiefadapter zoals je wil. En daar kun je de tussenpaal in plaatsen. En daarmee plaats je de topjes mooi boven je sub en dan heb je een compacte geluidset die er bovendien nog eens een keer goed uitziet. ook. Voor het tillen zoals ik al zei, licht van gewicht, maar aan de zijkanten zitten twee stevige handvatten waardoor je hem goed kunt oppakken. We gaan eens even kijken naar de achterzijde van deze Divine Sub 115A. De achterzijde van de Divine Sub 115A. Hier zijn de koelribben. Cool en die zijn ervoor om natuurlijk dat vermogen wat in warmte wordt omgezet uh, te kunnen lozen. Zodat die niet oververhit raakt, die versterker. Dan zien we aan de bovenzijde twee potmeters, twee draaiknoppen. De linkse is het volume. Hiermee bepaal je het totaalvolume van de sub. En dus ook het totaalaandeel van die sub in je totale geluidsset. Rechts boven, dat is je crossover. En zoals je ziet, hij gaat van 20 hertz tot aan die kant 200 hertz. En daarmee bepaal je dus het punt binnen het frequentiebereik waar die gaat zeggen: Dit stuur ik door naar de toppen en dit hou ik lekker zelf. Nou, de ingang, het signaal, en je kunt gewoon een stereo-signaal vanuit je mengpaneel in deze sub invoeren. Dat kan via XLR of dat kan via de jack. Input links, input rechts. En dan heb je nog ook een uitgang, want zoals gezegd, je kunt er actieve topjes op aansluiten en dat doe je wederom met XLR. En deze is de output voor de rechtse en die voor de linkse. En zo creëer je heel eenvoudig met deze sub een 2.1 installatie. Oftewel twee topjes en één sub die voor dat extra duwtje in het laag zorgt. Hier aan de onderzijde de power switch, de aan en uitknop de aansluiting voor je netsnoer en je voltageswitch. De Divine Sub 115A, een actieve subwoofer met ingebouwde versterker, 500 watt continu, een ingebouwde crossover die je zelf kunt instellen traploos tussen 20 hertz en 200 Hz om ze af te stellen op de tops die je hier samen mee gebruikt. Je kunt twee actieve tops aansluiten. Er zit een 35 mm adapter voor een tussenpaal. Een kunststoffenkast, stevig licht van gewicht. Metalen rooster zorgt ervoor dat de woofer, de 15 inch woofer wordt beschermd. Twee basreflexpoorten aan de voorzijde, zodat het laag naar voren wordt geprojecteerd, gecatapulteerd, zodat je echt laag krijgt. Als je nou meer wil weten over deze sub, dan klik je hier. Of daar, en dan kom je direct op de productpagina terecht. En als je dit nou een leuk filmpje vond, dan like je dit filmpje. Je deelt het natuurlijk. En als je meer van dit soort filmpjes wilt zien, dan abonneer je je natuurlijk op ons YouTube-kanaal. Voor nu, bedankt voor het kijken.